Mijn naam is Pablo van der Lucht. Ik ben van jongs af aan al gefascineerd door de natuur en de biobased materialen die in de natuur hernieuwbaar zijn. Ik ben duurzaamheidsadviseur in de hout- en bamboeindustrie en ook gepromoveerd op dit onderwerp aan de TU Delft, waar ik nog steeds verbonden ben als kwartiermaker biobased bouwen. Ik heb hier over dit onderwerp ook verschillende boeken geschreven, waaronder De houtbouwrevolutie. En wat dit boek en andere boeken aantonen is dat houtbouw echt de toekomst heeft. In de laatste generatie houtproducten kun je enorme elementen maken die heel sterk zijn, waarmee je hele flatgebouwen en appartementgebouwen tot wel 20 verdiepingen hoog in hout kan construeren. En daarmee wordt een serieuze vervanger voor CO2-intensieve materialen zoals staal en beton. Mijn missie is het om ja, ontwikkelaars, mensen, iedereen in de maatschappij te informeren over de vele voordelen voor mens en milieu die houtbouw ons kan bieden. Bouwen met hout wordt het nieuwe normaal. Dat komt omdat er een steeds grotere vraag is naar duurzame bouwmethoden. En de bouw die zorgt voor twee hele grote problemen, maatschappelijke problemen. Dat is grondstoffenschaarste en aan de andere kant klimaatverandering. Dat komt omdat we heel veel werken met eindige materialen, zoals beton, staal en baksteen, die ook nog eens een keer heel veel CO2 uitstoten. Nou dat heeft hout dan juist niet, want hout komt uit duurzaam beheerde bossen. Tijdens de groei neemt de CO2 op. En die CO2 die wordt opgenomen is veel groter dan die CO2 die wordt uitgestoten. Dat kleine beetje CO2 tijdens de productie van houtachtige uh, producten. Daarnaast vinden heel veel mensen een houten gebouw van binnen heel erg mooi. Het heeft heel veel esthetische kwaliteiten. Het isoleert goed, het zorgt voor een goed binnenklimaat. En daarmee heeft het dus ook nog heel veel uh, milieuvoordelen. En daarnaast, tijdens de plaatsing, omdat het vijf keer lichter is dan beton, kan je veel sneller en schoner bouwen. Dus met minder CO2-uitstoot en ook veel minder stikstofuitstoot. Dus daarmee denk ik echt dat houtbouw het nieuwe normaal wordt.